en superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we een heel mooi bloemstuk maken. Zoals je ziet heb ik een hele gave ondergrond voor me. Een natuurlijke ondergrond, wel wit geverfd, dus iets minder natuurlijk. Maar wel heel gaaf op tafel om een bloemstuk mee te maken. Dat gaan we vandaag doen. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Want abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. En dan blijf je op de hoogte van alle leuke bloemschikvideo's die ik maak. En er komt heel veel leuks aan, dat beloof wat. Dus ja, vergeet dat vooral niet te doen. En wil je meedoen met de winactie? Laat een leuke reactie hieronder onder de video achter. En doe een duimpje omhoog. Wil je twee keer kans maken, kan je het ook delen op Facebook of Instagram. Dan doe je er wel mee. Dan gaat je naam twee keer in de pot om kans te maken op een cadeau. Want ze waren van 15 euro. En heb je de vorige keer meegedaan? Misschien ben jij dan wel de winnaar. Die komt hier in beeld. Van harte gefeliciteerd, jij mag contact met ons opnemen. Je maakt dus bij elke DIY video kans weer op een cadeaubon te waarde van 15 euro. Dus vergeet vooral geen reactie achter te laten en dan gaan we nu gauw beginnen. En hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebemis.nl. Dat vind je onder kopje cursuspakketten. Daarnaast kun je heel veel materiaal nu ook los bestellen. Dus mocht je dat ook leuk vinden, kan het ook. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. En daarnaast kan je een gewenste datum aangeven. Ben je nu op vakantie, kan je hem wel vast bestellen. Maar dan kan je hem later ontvangen. Geef het dan gewoon aan. Dus dat gezegd te hebben, gaan we beginnen. De pakketten gaan de laatste tijd heel erg hard. Ik krijg veel vragen over. We hebben wel grote voorraad, maar ze gaan gewoon heel hard. Waar ik heel dankbaar voor ben. Maar wil je hem niet missen, wees er dan gewoon snel bij. Goed, we gaan nu echt beginnen. Allereerst heb ik dus een mooie ondergrond. Het is een natuurlijk product, dus het kan zijn dat hij iets, dat hij niet helemaal recht staat. Maar dat maakt hem juist heel mooi, vind ik altijd. Ik gebruik daarvoor waterschaaltjes met een blokje oase. Zo lekt het niet op, op de ondergrond. En je mag gewoon zelf kijken waar die mooi tot zijn recht komt. Hij mag ook best wel iets schuiner staan. Als je dat mooi vindt, ik geef hem nu op deze plek een plekje. Ik haal jullie even iets dichterbij en dan kan je precies zien wat ik doe. Wil je hem gaan vervoeren, dan raad ik aan om de waterschaaltjes even vast te lijmen. Zet je hem gewoon op tafel, dan is dat niet nodig. Allereerst werken we eventjes een beetje het waterschaaltje weg. Die willen we natuurlijk niet zien. Dit doe ik door middel van galaxblad en straks een beetje mos. We gaan met mooie sterke materialen werken, zodat we er lang plezier van hebben. Dan heb ik een beetje mos, dat zet ik ook vast. Mocht je het mos te hoog vinden, dan kan je de onderkant er gewoon even afhalen. Vind ik vaak wel mooi. En dat zet ik dan even vast met een krammetje. En dat doe ik aan beide kanten. En op deze manier werk je het waterschaaltje al weg. En dan maak je het jezelf eigenlijk ook gelijk al een stukje makkelijker mee. Dus het lijkt gewoon echt veel mooier als je dat mooi hebt weggewerkt. Als je dat hebt gedaan, heb ik mooie bonsai takjes. En deze kleuren natuurlijk echt mooi bij de ondergrond. Je kan hem vastzetten met een krammetje. Je kan even kijken waar die mooi tot z'n recht komt. Soms kan je ook gewoon het steeltje in de oase steken. En dan heb ik mooie vetplanten en die geef ik in het stuk ook een plekje. En nu kun je gelijk zien dat het allemaal verbindt, dus dat het dan één wordt. Je kan zelf kijken waar het mooi tot z'n recht komt en uitkomt, wat je daarin leuk vindt. Je kan ze ook vastlijmen mocht je dat willen. Dan gaan we verder met snijbloemen. Ik gebruik mooie paver, die stop ik in het midden. En zoals ik al zei, gaan we voor sterke bloemen, een sterk bloemstuk. Wat ook altijd leuk is om een pareltje in de papaver te steken. Dan heb ik wat mooie sedum die ik er aan de zijkant naast steek. Nou, zoals je nu al kan zien wordt het een heel luxe bloemstuk door het op deze manier op te bouwen.
Dan heb ik mooie scabiosa balletjes. Dus kan je eventueel ook langer verwerken. Maar ik doe het nu wat korter. En dit doe ik ook met een mooie distel. Je kan dit natuurlijk in verschillende kleuren maken. Maar ik vind het wel mooi om het vandaag heel natuurlijk neutraal te houden. Dan hou je van een bepaalde kleur. Dan kan je dat natuurlijk heel makkelijk toevoegen. Stop je dan een roosje bij in je favoriete kleur en het is alweer aangepast. Dan heb ik allemaal een gipskruis. Die verwerkt er ook korter in. En zoals je ziet vult het steekschuim zich nu mooi met bloemen. Heb ik wat mooie siervruchtjes. Deze zetten we even op een draadje. Je kan ook een stokje onderin doen. Het nadeel is dan wel dat hij veel minder lang houdbaar blijft. Als je de bol of het vruchtje intact houdt, dan gaat hij niet zo gauw schimmelen. Dus ik vind het fijn om dan eventjes een draadje eromheen te doen. Die doe ik als volgt. Ik buig hem er gewoon omheen en zet hem even vast. Je ziet hem bijna niet. Een stokje is misschien wel mooier omdat je het dan helemaal niet ziet. Maar ja, zo blijft hij echt mooi. En we gaan vandaag voor houdbaarheid. En dit doe ik met de rest van de vruchtjes. En ik verdeel ze over beide bloemstukjes. Dan heb ik nog wat schelpen van de schelpenslingen. Die voegen we ook toe om het nog even zomers te maken. Hier zit al een gaatje in. Dus die kan je dan gewoon door het gaatje met een krammetje vastzetten. Zoals je kan zien. Omdat het met een draadje vast heeft gezeten. Daar zet ik dan een krammetje bij door. En op die manier zet ik hem er vast tussen. Je kan kiezen om hem helemaal in het wit te houden. Of om er een klein beetje zwart bij tussen te doen. Het heeft wel een heel mooi effect. Omdat je hem nu voor de rest heel clean hebt qua kleur, lijkt het wel mooi om er wat van de zwarte schelp tussen te doen. Ook als je een industrieel interieur hebt, past dat dan weer mooi. Ja, gewoon prachtig mooi. Leuk. Het draadje er even afklikken. Dit verdeel ik over het bloemstuk heen. Dan heb ik nog mooie zuidwindlelies. Je kan deze ook langer laten en dan van de ene kant naar de andere kant verbinden. Dat geeft ook altijd een mooi effect. Zuidwindlelies zijn altijd heel sterk, dus dat is altijd mooi. Maar heb je wel echt een mooi bloemetje in het stuk, die het eventjes helemaal afmaakt. Hier geef ik ook nog een mooi plekje in het stuk. En jongens, kijk, prachtig mooi. Om het dan nog even helemaal af te maken ga ik pitriet gebruiken. Heel sierlijk ook in dat groene kleurtje van de ornithogalum, de zuidwindlelie. Dus laat je terugkomen. Hè? En je maakt hem hier heel apart mee. Je kan er eigenlijk van alles mee doen om te verbinden. Je kan heel strak van de ene kant naar de andere kant doen, is heel mooi. Je kan hem helemaal om het frame heen wikkelen. Wat je eigenlijk zelf mooi vindt om te doen, je kan er ook boogjes in maken. Omdat het heel flexibel is, dus dat is heel erg leuk. Nou, een heel apart bloemstuk als je het mij vraagt. Heel erg apart en luxe.
En als je het op deze manier maakt, dan zit het niet moeilijk. Dus super haalbaar voor iedereen. Maar dan heb je wel echt iets heel leuks op tafel. Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Daar vind je het onder kopje cursuspakketten. Wees snel bij, op is op. En we zenden door heel Nederland, België en Duitsland. Je kan de gewenste datum aangeven. Dus ook als je hem later wil ontvangen, dan kan je dat gewoon aangeven. Nou, hoop dat jullie het weer leuk vonden. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Abonneer gratis op het kanaal. En wil je dit bloemstuk bijvoorbeeld ook nog een keer zien in een herfstkleur? Dan laat me dat ook gewoon weten hieronder. Dat zou ik, ben ik benieuwd wat jullie daarvan vinden. Of wat jullie graag nog meer willen zien. Laat me dat gewoon weten. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Doei!